Wat leuk dat we dus er weer zijn. Branden? Lopen we? Ja. Oh, oké. We zijn vandaag weer terug, hè? Ja, ja. Precies tegelijk kwamen we aan op Schiphol. Jij een uurtje eerder dan ik. Ja, wat dus echt totaal iets anders is dan precies tegelijk. Precies tegelijk. Maar jij een uurtje eerder dan ik. Echt letterlijk op hetzelfde moment, maar dan jij een uurtje eerder. Ja. Ja. Ja, je hebt ook niet gewacht, hè? Nee, dat... Jij ging gewoon, je zat al in de trein toen ik de slurf instapte. Ja. Ja, dus we hebben geen podcast vanuit Portugal gedaan. En jij uit Bangkok, waar zat je? Nee, want dat was ook beter. Ja. Ja, ik had er ook eigenlijk helemaal geen tijd voor. Ik was gisteren heel druk met Arthur van Amerongen. Die nam op sleeptouw en die moest... heel veel grappen maken en verhalen vertellen. Ja, dat is die komiek, hè? Ja. Het schijnt dat hij wel... Is hij niet een keer een boek geschreven ook? Ja, verschillende. Daar hoor je nooit iets over, maar hartstikke leuk schijnt. Ja, hij schrijft als een tiet. Oh, oké. Okay. Maar ik heb ook een podcastje met hem opgenomen. Oké. Moet ik... Ik ga al. Ja. En we hebben ook plannen gemaakt voor meer dingen. Maar ja, je weet hoe dat gaat met plannen. Zeker met plannen voor Arthur van Amerongen. Precies. Die verzint ze waar je bij staat. Precies. En dan hoor je nooit meer wat. En dan voel je als een woer. Ja. Er zijn achterbuurt uit de auto geflikkerd is. Precies. Geslingerd, bedoel ik. Wat heb jij... Vorige week hebben we elkaar gesproken. Ik ben alles vergeten. Kom. Is er iets gebeurd in de tussentijd? Ja. Ja? Jeff Beck is dood. Oh ja. Oh ja. Ja, het is wel echt. Ik vind dat heel bijzonder. Heel veel mensen hebben altijd met Keith Richards zo van, die gaat nooit dood. Of met Harry Mulisch. Vooral Harry Mulisch dat. Ja, en de dochter van Elvis. Die is vandaag dood. Oh, serieus? Ja, hartstilstand. Ja, maar dat is hetzelfde als doodgaan. Ja, maar ze ging dood aan een hartstilstand en niet aan een auto-ongeluk. Nee, maar hartstilstand is dat er geen diagnose is. Hartstilstand is gewoon hetzelfde als zeggen dat iemand dood is. Ja. Want dat is namelijk wat dood zijn is, dat je hart stilstaat. Ja. Anyway, dat wist ik niet. Nee. Vind ik ook niet zo heel belangrijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Heeft zij niet nog... getrouwd geweest met Michael Jackson. Heeft ze daar niet een kind mee? Of was dat Lisa Marie? Ja, maar dat is toch... Dit is Lisa Marie. Ja, die heeft toch maar... Volgens mij heeft Presley maar één dochter. Het lijkt me zo raar dat Michael Jackson een kind zou verwekken. Kind neuken, ja, maar verwekken? Ja, maar... Dat is zo onnatuurlijk voor die man. Misschien heeft hij wel gewoon... kunstmatig geïnsemineerd. Dat die man zaad heeft, vind ik. Ja. Nou, die muziek, het is wel zaadmuziek die hij maakte. Nou, ja, ik ben er ook nooit een groot fan van geweest. Nee. Van Elvis daarentegen wel. En Jeff Beck ook wel, maar Jeff Beck, ja, ik wel... Jeff Beck is briljant. Briljant, echt. Ja. Nee, daar was ik echt kapot van. En het is zo grappig als je gewoon naar de eerste foto's van Jeff Beck kijkt, dat die gitarist is, zeg maar, een jaartje of 18. Ja. En die van, nou ja, een maand geleden. Ja. Ja, hij is wel wat ouder geworden, maar het is zo precies dezelfde man. Ja. En hier gebruik ik precies ook verkeerd. Ik vind dat... Nee, Jeff Beck, die hoort niet dood. Ik heb toevallig nog... Een paar weken geleden nog allemaal optredenstukjes gekeken van dit jaar gewoon. En dan staat hij daar gewoon lachend op een podium. Ja. Gewoon zo'n gaaf gitaarsje te doen. Hij was ook nog niet... Hij was gewoon begin 60 toch ook? Of? Nee, hij zou wel eind 60 zijn, denk ik. Hij was nog wel in zijn 60ers. Dan is hij waarschijnlijk net zo oud als Poetin. Hij zag er veel beter uit dan Poetin. Hij zag er wel veel beter uit. Maar Poetin die gaat ook al... Al maanden dood aan kanker, hè? Dat wordt ons steeds maar beloofd, maar... Ja, ik weet niet wat jouw idee is van kanker, hoor. Maar het is zelden dat mensen... ik heb kanker en dan morgen dood zijn. Dat is vaak een proces. En hoe rijker mensen zijn,
hoe langer dat proces vaak duurt. Ja. Hij krijgt in ieder geval gewoon iets van Pret Nisson of zo. Dat opgeblazen gezicht is de enige manier waarop je dat krijgt. Ja. Maar dat kan voor allemaal redenen krijg je dat. Bij kanker krijg je meestal een tumor uitzet. Dan krijg je een soort ontstekingen daaromheen. Omdat het weefsel daaromheen dan niet zo'n zin heeft om in elkaar geduwd te worden. En daar krijg je dan de pijn van. Die bij de kanker hoort. En daar krijg je dan Pret Nisson tegen. Boeiend, hè? Ja. Weet je wie er ook kanker heeft? Het hondje van Marjolein. Oh. Dat is zielig, hè? Ja. Ja. En toen kreeg ze, doet dat hondje, verzorgt ze samen met iemand anders. Ze hebben ze een soort omgangsregeling. Kan Marjolein niet in de eentje een hondje verzorgen? Nee, maar ze hadden samen dat hondje en toen gingen ze uit elkaar en toen bleven ze dat hondje samen doen. Net zoals dat met kinderen soms ook gaat. Ja. Maar toen hoorde ik, toen ging die ander haar beschuldigen van dat ze niet goed voor het hondje heeft gezorgd. Dat is ook raar, hè? Alsof slecht zorgen kanker veroorzaakt. Nou, dat zou maar zo waar kunnen zijn natuurlijk. Alleen we weten niet hoe. Nee. Maar, dat is baanbrekend onderzoek door Maarten Branten. Nou, het is gewoon een veronderstelling. Ja, weet je, zolang we niet weten precies hoe je kanker krijgt, kan er van alles. Veel mensen zeggen stress. Nou ja, ik denk, mijn gedachte is misschien dat gewoon langdurig te veel van iets, gewoon echt totale overdaad van iets. Dus dat kan dan ook inderdaad stress zijn, dat wel kanker veroorzaakt, ja. Ja. Net zoals met alles in het leven natuurlijk. Alle stoffen die je tot je neemt. Het is een gif. Of het is goed voor je, afhankelijk van de dosering. Alles is dosering, Matthijs, dat weet je toch? Ja. Jezus. Ik vind het helemaal niet leuk terug in Nederland. Nee. Echt grauw en grijs. En dingen hebben geen kleur hier. Echt anders, niks heeft kleur. Jouw schoenen wel. Jezus. Ja. Ja. Nou, die heb ik ook in Thailand laten maken. Ja, die zijn nog rooier dan mijn... Ja, ik vind dat je ze inderdaad maar even moet laten zien als dit lukt. Dit is van een hagedis. En de maker kon niet precies zeggen wat voor hagedis dat was, maar die kwam alleen maar in Thailand voor. Een soort leguaan, maar dan kleiner. Dat zou ik ook zeggen. Dan heb je het wel met hagedis te maken, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja. Ja, en ik was dus in Portugal en toen was ik op een gegeven moment op zo'n klif aan het eind van de wereld. Want ik was het uiterste zuidwestelijke punt van Portugal. Kon je Marokko zien liggen? Nee, dat is best wel ver, want we zitten niet op Gibraltar. Dat is ook geen Portugal, hè? Nee, maar dat dacht ik ook helemaal niet. De afstand is daar groter. Ja. Anyway. Er liep op een gegeven moment... De vraag was dus, was die afstand zo groot dat je Marokko dus niet kon zien liggen? Nee, dat was eigenlijk mijn vraag. Die was verstopt achter de bolling van de aarde. Ah, ja. Weet ik zeker. Anders had ik het wel gezien. Maar daar liep een man met een Brazilië-vlag rond ergens. Die was gewoon daar aan Bolsonaro-run. Dat je dan gewoon zo ver van huis... Die liep gewoon even met een Brazilië-vlag. Vlag rond. Brazilië heeft niet gewonnen met voetbal, hè? Dat was Argentinië. Dat was Argentinië. Ja, ja, ja. Maar dat is ook raar, want die... Kun je het strand bezetten? Lijkt wel een Duitse. Ja, maar er was geen strand. Er was een klif. Een klif. Misschien overwoog je eraf te springen. Maar wat ik zo raar vind dan... Je weet wat er aan de hand is in Brazilië? Er is daar volgens mij in Brazilië is er ook gewoon net zo weinig aan de hand als dat er op 6 januari of wanneer dat maar was. Nee, maar maar er gewoon, is... Wat mensen die aan de rechterkant van het spectrum zijn, die hebben wat heethoofdig, zoals mensen in die regio zijn, het parlement of zo ingenomen, iets dergelijks. Ja. Ja. Maar... En nu is de democratie verloren, toch? Komt ook nooit meer terug, heb ik gehoord. Nee, maar wereldwijd wordt die geloof ik afgeschaft. Maar daar is Klaus mee bezig. Ja. Niet onze te verwarren met onze prins. Nee, want die is dood. God hebben zijn ziel. Ja.
Wat ik zo raar vind aan die hele Brazilië-situatie, dat je hebt die Lula, die heeft dan weer de nieuwe verkiezingen gewonnen. En dan heb je Bolsonaro, die heeft de oude verkiezingen verloren. Nee, je snapt wat ik bedoel, hoop ik. En de Bolsonaristen, die heulen dus met de Brazilië-vlag. En die anderen, die hebben een andere vlag, die hebben andere kleuren. Een vlag van de WEF. En, ja, zoiets. Maar nu is dus het lopen met je nationale vlag is extreem rechts aan het worden. Ja, dat was het altijd al, toch? Nou, weet ik niet. Is dat zo? Ja. Ik vind dat een beetje raar, eigenlijk. Ja, nee, maar ik. Nee, dat is nationalisme toch? Dat je je eigen vlag zo gaaf vindt, dat is nationalisme. Maar als je. Het hangt er een beetje vanaf. Als je zeg maar een land bent wat geen land is, zoals Schotland, dan mag je met je eigen vlag lopen als je zoveel je wil, want dan ben je onderdrukt. Ja. Catalanen, gek genoeg, moeten dat niet doen. Kan je dat uitleggen? Het heeft te maken, denk ik, met of de moeder, of het moederland, zeg maar, waar jouw imaginaire land, wat dus eigenlijk een provincie is, onderdeel van uitmaakt, binnen de EU ligt of niet. Ja. Dus een beetje, als je door je af te scheiden bij de EU kunt komen, dan mag je zwaaien met je vlag wat je wil. Als jij door je af te scheiden de EU zeg maar opdeelt in kleinere stukjes, terwijl dat natuurlijk de EU moet één stukje worden, Ja. dan is die vlag natuurlijk gevaarlijk nationalisme. Ja. Ik zat trouwens laatst nog te denken, want je had het ook even over de bolling van de aarde en zo. Ja. Eigenlijk die flat earthers, Wat er hoor, ja. dat is best wel, op een bepaalde manier hebben ze natuurlijk heel erg gelijk. Moet je het weer uitleggen? Ik kan het wel zeggen. Ja, omdat je natuurlijk gewoon, kijk, dat de aarde rond is, dat zal wel, maar je ervaart het nooit. Nee. Nou. Als je op je eigen ervaring afgaat, dan is het gewoon alles om je heen is vlak. En je hebt gewoon een waterpas en je muren staan rechts en die staan haaks op elkaar. Ik heb nooit gedacht van, ja, die kant is mijn huis lager, want de aarde is rond of zo. Ja, weet je hoe ze er 5000, 6000 jaar geleden bewijs voor vonden? Dat de aarde rond was? Want ze hadden er was ergens in Egypte Piramide. ja, of een Doe maar een stokpaal. gok. Ja. Anyway, toen ze Iets. kwamen erachter dat op dezelfde breedtegraad een ding van dezelfde hoogte een andere schaduw maakte, een kortere of een langere schaduw. En daarmee kan je dus bewijzen dat de aarde rond is. Ja, bewijzen. Dit is geen bewijs, het is aannemelijk maken. Je kunt hiermee ook bewijzen dat de almachtige God die alles reilt en zeilt er een raar gevoel op voor humor op nahoudt. Ja, en misschien is dat nog steeds wel zo. Ja. Ja, ik dacht vroeger ook altijd dat kaarten eigenlijk helemaal niet bestonden, een plattegrond, maar dat die door je waarneming werd gemaakt. Dus ik loop hier de hoek om Je hebt het en over kerstkaarten of wat? nee, ik heb het over plattegrond, maar dat is een soort filosofisch concept dat je, ja, de werkelijkheid vormt zich naar jouw waarneming en de kaarten dus ook. Ja, ik hier een heel ingewikkeld stuk toen ik nog niet blode. Ook wel nog steeds niet. Ja. Het doet mij een beetje denken aan een verhaaltje van Stephen Fry. Dat dan een man die loopt boekenwinkel binnen en ik meen in Manchester of zo. Ja. Dus die zegt van, verkopen jullie ook globes? En de verkoper zegt, ja hoor, die staan daar op die plank daar. Hij zo, ja, maar dat zijn allemaal globes van de wereld. Ik zoek een globe van Manchester. Ja. Goed, maar in de basis gewoon een beetje aannemen dat de wereld er zo is als dat jij hem waarneemt, is gewoon niet een heel raar uitgangspunt. Ja.
En het probleem is ook, en dat is natuurlijk ook waar al die bubbels vandaan komen. Het is altijd, mensen nemen een deel waar, geloven dat, wat ze waarnemen. En voor een groot deel moet het aannemen van andere mensen. En dat kunnen wetenschappers zijn, maar ja, die zijn het ook weer niet eens. Ja. En dan, dan krijg je eigenlijk gewoon een hele prettige chaos. Ja, mensen doen wel heel moeilijk over dat het zo erg is dat we allemaal zo verdeeld zijn. Maar wat willen we dan? Willen we allemaal uniform? Willen we allemaal hetzelfde? We willen toch diversiteit? Maar die diversiteit die veroorzaakt dus ook strijd. Want, ja, maar strijd is toch ook prima? Ja, maar dat is zo raar. Want we willen diversiteit en we willen harmonie. Dat is in tegenspraak met elkaar. Ja. Harmonie is saai en geen strijd. Maar diversiteit, ja, het kan niet, die utopie. Nee. Ik kan het niet helemaal goed uitleggen. Dat horen we. Ja. Is ook niet erg. Ik hoop maar dat de mensen het zelf gewoon een beetje invullen. Want ik heb er gewoon geen zin om het uit te leggen. Ja. Ja. In ieder geval, Jeff Beck is dood, hebben we wel gehad, hè? Ja. Ja. Oh ja, er waren dus nog documenten gevonden van Biden. Ja. 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 En eerst één badge, maar toen twee badges. Ja. Wat interessant is met herinneringen aan wat hij gezegd heeft over de documenten bij Trump thuis. Ja. Want het is altijd onhandig om exact hetzelfde te doen als waar je iemand anders van beschuldigt en moeilijk over doet. Ja, maar ik dacht, maar dit heeft dus plaatsgevonden voor Trump, dus het is... Ja, hij deed het eerst, bedoel je? Hij deed het eerst. Jij denkt eigenlijk dat Trump het misschien bij Biden heeft afgekeken? Ja, ik denk van ja, als hij dat mag, dan... Die mij belt. Mijn vader vraagt natuurlijk af hoe mijn vakantie geweest is, hoewel ik hem regelmatig op de hoogte heb gehouden. Ja. Ik ben een beetje druk aan het rennen geweest de hele tijd. Mm. Maar toen ik dit opschreef van Biden en die documenten, had ik daar ook iets heel leuks over te zeggen. Maar dan ben ik ook alweer vergeten. Mm. Dat moet ik dan voortaan ook opschrijven, wat ik wil zeggen dan. Dat is een hartstikke goed idee, hoor. Ja. Een kleine notitie erbij. Ja, waarschijnlijk, dat zijn volgens mij ook documenten geweest die aantonen of zouden kunnen juist verdoezelen de invloed die Hunter in Oekraïne aan het vergaren was. Daar had het mee te maken. Maar waren daar dan dus officiële documenten over? Kennelijk wel. En die heeft Biden mee naar huis genomen, zodat niemand ze kon lezen? Ja, of kopietjes gemaakt, zodat ik ze nog eens een keertje kan doornemen. Oh, het onderzoek naar zijn eigen zoon en zijn eigen corruptie. Ja. Dat lijkt me een raar verhaal eigenlijk. Ja, maar dat was een beetje wat hier aankleeft. Het heeft met Oekraïne te maken. Maar ja, gedegen journalisten als we zijn. Ja. Hebben we dat gewoon tot de bodem uitgezocht, hè? Dat horen we wel weer. Ja, kom op zich. We hebben allebei een jetlag. Van hier tot Hongkong. Ja, het verschil met Portugal is ook immens. Ja. Vliegtuigtickets worden duurder. Joh, vertel mij wat. Ja. Vooral binnen Europa, weet je, ik was nu inderdaad... Nou, dat vind ik op zich niet zo erg. Ik was heen en weer gevlogen voor €127. Ja. Ja. Kijk, ik ben niet van de school die dat belachelijk vindt. Nee. Maar ik ben wel van de school die het liefst, als ik met de auto kan, het liefst met de auto rijdt. En dan vind ik het wel heel kut als ik dan door hele lage vliegticketprijzen vliegtuig ingedreven word. Ja, dat is en dus gewoon niet 12 uur Joe Rogan podcast kan luisteren en weet ik veel wat allemaal om te komen waar ik ben, waar ik dan ook gewoon mijn shit bij me heb. Ja. En gewoon een soort warm gevoel over dat mijn auto dat weer allemaal gedaan heeft. Ja. Dus op zich, dat vind ik niet zo erg. Maar ja, ik me wel afvraag, van, weet je, in principe wordt het natuurlijk, het vliegen zelf wordt niet duurder, het wordt duurder gemaakt. Dus wie krijgt dat extra betaalde geld dan? Want de vliegtuigmaatschappijen
moeten dus een soort vliegtax af gaan dragen. Daardoor worden de tickets duurder. Dus dat gaat dan waarschijnlijk allemaal naar de EU. Ja, maar die vliegt. Kijk, die hogere prijs heeft tot gevolg dat er minder gevlogen wordt. Dus die winsten gaan ook Ja, weer omlaag. natuurlijk wordt er niet minder gevlogen. Tuurlijk wel. Nee, joh. Tuurlijk wel. Nee, mensen blijven vliegen. Ja, maar niet evenveel. Waarom? Die laten zich niet afschrikken voor 25 euro meer. Wel? Nou, weet ik niet, het moet ook veel meer zijn. Nee, tussen de 25 en de 50 euro meer Ja, dat maakt een zak uit. voor Europese vluchten, behalve Turkije. Dat mag goedkoop blijven. Dan heeft Erdogan toch weer goed voor elkaar. Ja, want dat is de rand van Europa en dat is dan niet erg. Nou, ik moet wel zeggen, de mensen die naar Turkije op vakantie gaan, die gaan ook meestal naar het Aziatische deel van Turkije, toch? Ja, maar die zitten er meestal ook naar een resort waar ze niet afkomen. Ja. En dan, ja, het is niet dat die mensen echt iets van Turkije zien, heb ik het idee. Ja, eigenlijk zeg je dus dat een resort in Turkije niet echt Turkije is. Dat zeg ik, ja. Ja. Ze zouden net zo goed even op de ambassade kunnen gaan kijken. Ja. Oké. Dat is precies wat ik zeg. Ja, ik vind dat snobistisch eigenlijk. Van mij. Nou ja, van iemand hier in ieder geval in deze Ik ruimte, niet van me. vind op vakantie gaan naar een resort snobistisch. Van die mensen die dan ja, met zo'n bandje en dan 14 dagen niet afkomen. Ja. En zich dan door een dagbesteding als een soort kleine kinderen laten voorleiden wat leuk is en wat gezellig is. En, Ja. ja. Ja, ik moet zeggen, ik hou er wel van. Ja, maar wij waren ook op een resort, dat weet Daarom, ik heus ja. wel. Maar daar gingen wij wel af. Ja, dat klopt. Maar ik ben ook wel eens op een resort geweest waar ik niet of nauwelijks af ben gekomen. Namelijk de Hilton in Sharm el-Sheikh. Ja. Ja, je kon er wel af, maar daar was niks. Ja. En dan, nou in ieder geval was ik. Maar, en na 3 dagen werden we gerepatrieerd omdat de revolutie daar uitbrak. Maar, dus 3 dagen is misschien ook niet. Hoe dan ook, gewoon op zo'n resort, op een matje, in de zon liggen lezen. Ik hou er wel van. Ja. Ik kan het best even volhouden. Ik moet zeggen dat ik een week wel lang vind, maar 4 dagen bijvoorbeeld. Ja, 4 dagen is leuk. Dus. Maar waar dit natuurlijk naartoe gaat, is dat je een soort carbon credit shit krijgt. Weet je wel? Ja. En dat je mensen allemaal worden bezig bijgehouden voor hoeveel carbon footprint je al verzameld hebt. En dan mag je pas weer op een vliegvakantie. Ik zag je Ja, trouwens ook in het een zou soort kunnen. nijdig Twitterdraadje over vliegvakanties. Ikke. Nee, ik zeg niet dat jij nijdig was, maar het was een soort Ik toch. was ook pissig, man. Ik zat daar, ik zat me Ja, daar, ik zat met een kapotte erger. Ik zat te wachten op een vliegtuig en dan vliegen voor de lol. ja. Ik vind er niks aan, dus waarom zouden andere mensen. Ik snap niet waarom dat erg zou zijn als minder mensen voor hun plezier vliegen. Ja, moeten we echt alleen nog maar chagrijnige mensen laten vliegen? Ik vond het Ja, heerlijk. waarom zouden mensen voor hun plezier willen vliegen? Omdat ze er plezier in hebben. Het zit gewoon in de fucking Ja, vraag. ja. Dat Nee, is. maar Oh, als ik ik. nou zeg dat ik een schurfthekel heb aan vliegen, ben ik dan gevrijwaard? Ja, dan mag je overal heen vliegen. Nu mag ik overal heen vliegen. Ja, nee, zodra het voor je plezier is, dan is het een probleem. Ja. Ja, nee, laten we alles wat we voor ons plezier doen uit het leven halen. Dat we alleen nog maar dingen doen die echt strikt noodzakelijk zijn. Ja. Oh, Jezus, wat weer oh, zo'n ja, kanker. Wat efficiënt, een, wat een, saai wat een, wat een. kutleven. Oh, wat afschuwelijk. Ook dat autorijden. Dat ook nu in Amsterdam, dan overal in het centrum. Ja, mag je straks alleen maar, mag je nog maar 30 rijden. Dat wordt dus verzonnen door mensen die oorspronkelijk allemaal niet uit Amsterdam komen. Die geen auto rijden. Die hebben Ja. geen idee hoe zacht 30 km per uur is. Hebben Nee. geen idee. Moet je voorstellen, rijden over de Leeuwarderweg in Noord. Dat is 2 keer 2 baans. Ja, maar En dan misschien. mag je daar 30. Ja, maar die Ik rijd wordt. daar 100 en vind het al traag. Ja. Rij jij wel eens 70 in de Eitunnel? Nee, als ze het dan doen, dan Nee, ik ben rijd ik niet. woest hoor. Dan ze er zo met Nee, z'n tweeën. 50 moet je zelfs. Als je uit Noord komt, dan rijd ik dus altijd 80.
Oh, nee, maar je... Oh, ik dat het 30 op bij wat mag. Dat is mijn criterium. Ja, nee, ik vind het... maar die Leeuwardenweg, die zullen ze toch wel... dat is toch een soort enclave in de bebouwde... Dat denk toch? Jij, omdat je auto rijdt. Ja. Nee, maar er wordt dus niet door autorijders wordt het niet bedacht. Het wordt bedacht door mensen die zitplassen op een bakfiets rijden. Ja. Ja. Nee, maar dit is geen grap, dit is echt waar. Weet je waar van, die mannen, en die blijken dan dus kinderen verwekt te hebben. Nou, dan weet je bijna zeker dat die vrouwen vreemd gaan. Kan niet anders. Oh, heerlijk, ja. Echt gewoon dat het, jezus, een beetje dat het... Dus kan dat nog teruggedraaid worden na de volgende verkiezingen? Wat? Dat 30. Nee. En gaan ze dan ook overal... Nee, Matthijs, het wordt alleen maar erger en het wordt nooit meer beter. Ook verkeersdrempels op de A10. Dat is nog wel leuk. Ja, gewoon van die kleine schansjes overal. Woe! Ja, precies. En dan echt net voor een hele krappe bocht. Ja, ja. Dat je vier wielen los en dan in de lucht wil sturen. Ja, dat je dan de afrit moet zien te halen. Ja, oh, dat is wel leuk. Ja. Ja. Maar weet je wat ook slecht is? Gaan uw jassen gewoon even door. Ja, kinderporno. Ja, ga dat nou niet ontkennen, alsjeblieft. Krijg je echt een probleem als je dat gaat ontkennen. Ja, maar koken op gas mag ook niet meer. Dat is ook namelijk ook voor de kindjes slecht. Dat was gisteren opeens in het nieuws. Want daar krijg je astma van. Nou ja, ze willen natuurlijk allemaal dat we elektrisch gaan koken. Dus er staan in alle 6 dagbladen, de radio, de televisie, in Amerika ook op alles. En het is... Astma is een auto-immuunziekte. Dat krijg je niet door vervuiling. Astma krijg je van een gebrek aan vervuiling. Ja. Dat krijg je van teerheid en nergens van blootgesteld staat. Ja, precies. Mensen, ze hebben het onderzoek hiernaar gedaan toen Duitsland herenigd werd. Want toen dachten ze... Astma begon toen al al redelijk pandemisch te worden in het Westen. En toen dachten ze dus, de hypothese was, dat komt dus door de slechte luchtkwaliteit. Want dat denken ze altijd. Ja. Dus toen kwam Oost-Duitsland erbij. Nou, en daar is de luchtkwaliteit, lieve mensen, in die socialistische helstaat, waar iedereen altijd zo intens gelukkig was. Ja. Is de luchtkwaliteit een heel stukje slechter. Dus ze dachten van, daar zal nog wel weer veel meer astma zijn. En wat bleek, er was ongeveer de helft zoveel astma. En wat was toen de nieuwe hypothese? Westerse mensen leven te steriel. Ze wassen zich te goed, kunnen nergens meer tegen. Nou, als je om je heen kijkt, is dat niet een hypothese waarvan je denkt van, nou, dat kan ik me niet voorstellen. Maar hoe werkt het dat wereldwijd dat dit nieuws dan op maandagochtend wordt gelanceerd? Wereldwijd? Ja, want het was ook, ik heb toevallig in het vliegtuig No Agenda geluisterd. Het was ook in Amerika in het nieuws. Dat je astma krijgt van kinderen. Nee, van koken op gas. Dus dat wordt uitgerold. Oh mijn god, ik word wakker. Wat irriteer je aan me? Nee, niet aan jou. Maar wel aan dit hele... Er is zo'n documentaire die gaat over de opwarming van de aarde toestand. En daar... ik weet niet of die documentaire klopt, want ik heb er gewoon naar gekeken en dat toen aangenomen. Trouwens met de meest onwaarschijnlijke documentaires, ik neem het toch altijd aan, ook al wordt het totale bullshit. Erg, ja, het is toch gewoon een soort autoriteit, nou, ze zeggen het. Ja, ding was, Thatcher, die is begonnen met de opwarming van de aarde hypothese. Nee, natuurlijk wat wetenschappers en zo, dat klein minderheidje, die vond dat. Maar Thatcher, die had een reden nodig om de mijnen te sluiten. En dus die heeft dat toen omarmd. En vanaf dat moment kreeg je dus, als je onderzoeksgelden ging aanvragen in Groot-Brittannië, dan als je bijvoorbeeld, je wilde het voortplantingsgedrag van de grondeekhoorn wilde je in kaart brengen of zoiets. Mm. Nou, vraag je dan subsidie voor aan, kreeg je geen subsidie. Dus wat je dan deed, was dan zei je van ja, ik wil graag
de invloed van de klimaatverandering op het voortplantingsgedrag van de grondeekhoorn onderzoeken. En dan kreeg je wel subsidie. Ja. En zo, dat is dus daar het verhaal. Daar, zo is dat gepusht op dat moment. En dit is dus natuurlijk nu ook... Ik bedoel, we worden ouder dan ooit tevoren. We blijven langer fit, we zien er beter uit. Er is geen plek op aarde waar mensen op onze leeftijd er zo gezond uitzien als hier. Ja. Maar nee hoor, nee, dat gaskoken zegt, daar gaan we allemaal dood van. Want het is de schoonste, schoonste energiebronnen die we hebben. Het is slecht voor onze kinderen, dus ook nog... Oh, het is ook nog slecht voor onze kinderen. We gaan er niet dood van, het is juist slecht voor de kinderen. Nou, het probleem... We koken al 150 jaar op gas, of wat is het? Precies, en de vorm was op hout. En het enige wat echt wel klopt natuurlijk, is dat kinderen van tegenwoordig gewoon echt niks kunnen hebben. Nee. Waarschijnlijk kunnen ze er ook echt niet tegen. Maar ze er dan dus voor afsluiten, dat is echt zo niet de oplossing. Nee, je moet dicht bij het fornuis, dat is... Ja, dat is... Dat is weer uggen vanavond, hè? We hebben het gisteren toch gehad over dat je geen astma wil. Ga maar even de keuken uit. Het leuke is natuurlijk dat je dus voortaan mensen met astma gewoon daar zelf schuld van kan geven. Ah. Ja, je moest natuurlijk altijd aan dat gasfornuis van je snuiven. Ja, je hebt astma. Ja, met astma, die moeten sowieso gewoon optief uit de stad, vind ik. Nee, die moeten buiten gaan wonen. Ja, die moeten buiten gewoon in gezonde lucht, liefst in Zwitserland. Ja. Of die moeten gewoon, weet je wat die moeten doen? Gewoon een goede afzuigkap kopen. Ja, dat. En gewoon stoppen met zeiken. Ja. Gewoon die hele strijd tegen de houtkachel ook. Ik word er woedend van. Ja. Kijk, als je niet tegen houtkachels kan, dan moet je niet ergens zijn waar veel houtkachels in de buurt zijn. Nee, maar als je wil dat er minder houtkachels komen, dan moet je al helemaal niet... Ja, maar het is dus nu de overheid die gaat ons inprenten dat we niet tegen gasstelletjes kunnen. Dus het is niet eens dat mensen daar zelf last van hebben, of het zelf bedacht hebben. Dit wordt nu gewoon massaal in je hersens gepraat van, we moeten het gasfornuis vervangen door een elektrisch fornuis. En dan heb je een elektrisch fornuis en dan op een gegeven moment heb je je carbon footprint verbruikt. En dan sluiten ze je gewoon van het elektra af. Hoppa. Want het gas, dat bleef toch altijd maar stromen. Ja, het gas was veel moeilijker af te sluiten. Het zal allemaal wel. Ik bedoel, ik ga het toch niet meemaken. Ik geef mezelf sowieso nog 5 jaar of zo. En dan? Nou, dan zou ik toch wel een keer dood zijn, denk ik. Over 5 jaar? Ja, mijn familie is dat oud, hoor. Oh. Nee, dat... Dit moet ik toch even een plekje geven. Ik dacht dat van ons twee dat ik toch eerder zou gaan. Ja. Ik weet niet, jouw ouders leven allemaal nog. Ja, dat is waar. Alles wat er later bij is gekomen, leeft nog. Ja. Dat is waar. We hebben bijna niks. Goed. Je vader leeft nog. Ja. Die belde net. Misschien moet je hem ooit... Misschien is er wat. Misschien... Ja, we belden vast om te zeggen dat hij dood is. Ja. Of dat hij sterft van... Hé, wat is dat met lithium? Oh ja, dat is hartstikke leuk. Was dat niet een liedje van Nirvana, lithium? Lithium, ja. Voor batterijen? Ja, lithium is een dingetje wat gemaakt wordt om in batterijen te stoppen. Nee, hoe zeg je dat? Je hebt lithium-batterijen. Een grondstof, precies. Maar Zimbabwe, waar dus heel veel van die grondstoffen zijn, die verbiedt dat te exporteren. Dus ze gaan dat zelf processen. Oh. Waarom ook niet eigenlijk? Toch Mugabe? Ja, het is Mugabe. Maar ja, waarom zou het allemaal... Nou, op zich is dit eigenlijk, vind ik dit een hele goede zet van. Ja. Wel, ja, weet je, het probleem is wel volgens mij de... Het komt allemaal nogal nauw, zeg maar. Ja. Het zijn batterijen, dat als ze branden krijg je ze dus niet uit. Ja. De winning ervan brengt een enorme vervuiling met zich mee. Volgens mij het verwerken ook. Ja. Dus de kans dat een man met de geestelijke capaciteiten van een Robert Mugabe gewoon zijn tot,
hele totale eigen bevolking en land en natuur en alles daar vergiftigt, is ja. natuurlijk ook vrij groot. En sneu voor die mensen. Hè? Ja. Maar verder, ja, tuurlijk. Ga zelf je shit raffineren. Maak er zelf een eindproduct van. En helemaal omdat het is, de prijs van lithium is in tussen 2021 en 2022 vervijfvoudigd. Als ik het grafiekje een beetje goed interpreteer. Die kans lijkt me klein. Dat ik het goed interpreteer? Ja, dat is niet hoe ik je ken. Nee. Maar het lijntje gaat wel heel erg stijgen omhoog, hè? Hier heel erg stijgen. Van ja. 100 naar tikt hij de 600 aan. Dat ben ik wel met je eens, ja. 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 Ja, 100 naar 600. Dat is een keer hoeveel, oh, dacht je dat was? Ja, maar hier 5. Dus 5 of 5 à 6. Ja. Ja. Sorry, ik zit gewoon flauw te doen. Ja, dat kan ik heel goed hebben. Dat kan ik heel goed hebben. Er is maar een handjevol landen wat veel van dat spul heeft. Canada toch ook? Bolivia, Argentinië, Chili, Verenigde Staten, Australië, China en Zimbabwe. Hmm. En Zimbabwe heeft dus de export verboden, omdat het er zelf meer wil aan verdienen. Ja, waarom zouden ze niet? Ja. Omdat het een bananenrepubliek is? Nou ja. Nee, ze hebben groot gelijk. En voor andere dingen kunnen ze er ook niet echt. Dus ze moeten het echt wel hebben van grondstoffen die ze verpatsen. Ja. Maar trouwens, in Europa is best ook nog wel wat lithium, staat hier. Vooral Portugal, Tsjechië en Duitsland. Alleen de mijnbouw is niet rendabel. Dus daarom importeren we nog. Oh. Maar hoezo? De meeste mijnbouwprojecten die worden opgestart, redden het niet. Wat doe je dan verkeerd? Ja, de kans is groot. Het is aanwezig dat de Europese regelgeving het natuurlijk onmogelijk maakt. Omdat het is nogal giftig spul. Oh. En in een gemiddeld Afrikaans land, ja, weet je, dan laat je dat gewoon door kinderen eruit halen. Ja, dat is namelijk kindjes in Europa die eten van een gasfornuis. Ja. Dat is pas gevaarlijk. Precies. Precies. Ja, nee, ga jij maar de lithiummijn in. Ach ja. Wat is er met het Sieren sportje? Sieren die heeft een sportje dat over polarisatie. Dat je niet meer mag polariseren. Dat als je het met iemand niet eens bent, dat je toch naar hem moet luisteren. Nou, prima. Maar ik heb... Luisteren als in dat je dan ook moet doen wat hij zegt? Nee, maar dat je in dialoog moet blijven. Zeg maar. Ja. En, ja. Ja, Sieren is gewoon zo'n... Ik ben een keer jaren, daarom had ik het even opgeschreven. Ik ben jaren geleden een keer benaderd of ik een project wilde doen voor Sieren. Ja. Gratis neem ik aan, toch? Nou ja, precies. Ja. Echt, ik zeg, ja, want het is, we zijn een goede doelen, dingen. Ja, maar waarom moet ik dat gratis doen? Ja. Ik heb daarvoor bedankt. Wat heb je tegen goede doelen, Matthijs? Ik heb het allerbeste goede doel is nog altijd mezelf. En ik kom op voor mijn eigen goede doelen. Ja. En als maar deze podcast, die maken we toch ook bijna gratis? Ja, we krijgen wel roem en mensen. Als ik door Portugal loop, dan mensen die vallen op hun knieën voor me op de grond. Van, is het hem echt? Ja, het is hem echt. Immink, waar is Branten? En dan, ik geloof er niks van. Ja, het is ongelooflijk wat ik daar voor een ego-strelerij heb voor terugkrijgen. Ja, Sieren, ja, kutorganisatie. Ja. Maar Sieren is iets anders dan dat Postbussen 51. Ja. Wat is dat dan? Postbussen 51 is gewoon informatie van de staat. Oké. Okay. En Sieren, dat zijn van die mensen die hebben hele leven lang echt gewoon aan Henk en Ingrid en Piet en Hassan allemaal shit verkocht. Ja. Die ze niet op zitten te wachten, die allemaal op een stuk op zolder ligt. Of het toch doet, maar die ze nooit gewild hadden. Ja. En rond een ergens zo, rond dezelfde tijd dat mannen dan een Porsche gaan kopen, ja, gaan zij dan dus denken of, van... Oh, of zo'n motor met drie wielen. Ja, precies. En dan zo van, ja, we kunnen...
Wat wij kunnen doen is mensen onzin verkopen. Zullen we dan nu iets positieve onzin gaan verkopen? Ja. Dat is oké, okay, ja, dat is sieren. Dat is sieren. Ja, vroeger was het nog wel leuk, hè? Met je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Ja, ja, maar, ik maar... weet nog dat heb ik dat de eerste keer dat ik vuurwerk kocht was om die reden. Ja. Ik had nog nooit. Ik, daarvoor was altijd van ja, vuurwerk, nou, lontje aan weggooien, weet ik wat allemaal. Wist ik veel dat je ermee kon stunten? Nee, dat wel. Dat heb ik geleerd van sieren. En je hebt al je ledematen nog. Wat doet die hand hier eigenlijk? Nou, vraag ik me ook af. Ja, ik vind... Hier is een... Ja, nee, ja, nee, ja, je moet wel een beetje... Kijk, weet je wat het is met vuurwerk? Vuurwerk is hartstikke mooi. Vuurwerk is natuurlijk helemaal niet gevaarlijk. Je moet alleen geen totale mogol zijn. Een klapmogol noemen ze dat wel. Een klapmogol? Is dat niet vanwege vuurwerk? Je mag mogol niet meer zeggen. Een klap mensen tot nee, down gemaakt. Nee, nee, maar het zijn geen downers. Hm? Valium. Dat is een downer. Dat is een downer. Maar kost trouwens heel weinig in Cambodja. Oh ja? Ja, echt heel weinig. Oh. Maar iets anders. Heb je een postorderbedrijfje opgezet? Nee, gewoon meegenomen in bagage. Oh. Nee, je kunt echt... mijn bagage nog nooit illegale DVD's zijn nog nooit afgepakt. Ja, bedreigde diersoorten schoenen heb ik ook geen problemen mee gehad. Prescription medication, ook geen probleem. Opium, ook geen probleem. Ik heb nooit gezeik gehad. Heb je opium meegenomen? Ja, per ongeluk. Vandaag? Nee, één keer. Oh. Nee, dat is niet meer zo. Vroeger in Laos dan overal was opium en zo. Dat was, ja, zeg je dat? Interessant. Ja. Maar dat is niet meer. Het is niet meer interessant. Het is niet meer te krijgen. Dat komt omdat... Althans, ik... Ja, nee, dat is moeilijk. Ja. Ik vind het ook koud hier. Zullen we ermee ophouden? Ik vind het sowieso koud hier. Ja. Ik ben ook hartstikke moe. Vannacht slecht geslapen. Eenzaam ook. Ben je eenzaam? Ook heel eenzaam nu. Vandaag? En koud. Oh. Nou, zullen we boerenkool gaan eten? Ja, dat vind ik wel een goed idee. Oké. Nou, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben blij dat jullie er tenminste nog zijn voor ons of zo. Ja, dus. En ja. Ik heb verder weinig leuks meer toe te voegen. Dus, nee, maar ja, mensen kijken niet voor leuke dingen natuurlijk. Nee, kijk, sorry, dat is wel anders naar. Nee, precies. Dus tot volgende week maar weer bij Leven en Welzijn, hè? Ja, ja. Zeker. Ja, sorry, ja. Ja. Toch een beetje... We gaan er toch mee niet met een klap uit, maar met een... Nachtkaars. We gaan er met een nachtkaars uit. Precies. Awesome. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben gewoon op. Echt merk ik eigenlijk ik gewoon. Ik heb ook... Maar het is voor mij nu ook, want het is nu 17:45 dat we dit opnemen. Dat mogen de mensen wel weten, toch? Ja, weten ja. Dat het niet live is. 17:45, ja. Ja. Het is voor waar ik was, gisteren was het dan, waar ik was 11:45 s'nachts. Ja. Ja. Voor mij was het, is het nu een uur eerder. Het is nu 17:45. Waar ik vandaan kom is het nu 16:45. Mm. Ook raar hoor. Dus daar is het en mijn oren, over na gaat denken. En mijn oren zitten ook de hele tijd nog dicht van het vliegtuig en zo. Ah ja, ik heb mijn oren laten schoonmaken in Cambodja. Ja? Ja. Ja. In Nederland dan is dat, ga je naar de dokter en doet dan zo warm waterspuit. Zo, ja. Maar daar is gewoon een mevrouwtje met zo'n soort mijnwerkershelm op, met zo'n lampje. En die zit gewoon en zo die te kijken. Naar binnen. En die zit dat zo allemaal zo eraf te pulken en zo. En dat hoor je dus heel hard. Ja. Is dat je vader weer? Nee, dat is Jacco. Hm. Maar ja, nee, sindsdien had ik geen last meer met opstijgen en dalen. Maar ik ga even mijn telefoon opnemen. Oké, dag. Doei. Yo.